Zaterdagmiddag, het is 17 minuten over twee, dames en heren. In de stad is het op het ogenblik feest. Daar wordt de overwinning gevierd van Henk Ankenent als de koning van deze 15e tocht. Vergeten wij niet dat mevrouw Seinstra de beste vrouw was. Over de vrouwen gesproken, Alida Pasveer, ex-kernploeglid, is binnengekomen. En tijdens het journaal is Jan Roelof Kruithof op één been, alsof hij de wereldbeker heeft gewonnen, hier dik op tijd binnengekomen. En hier is het groepje van Evert van Bentum met Niesten, met... Eens even kijken. Ja, daar zijn ze hoor. Kijk eens, het ging toch iets makkelijker. 11, 12 jaar geleden. Evert van Bentum, hij rijdt de tocht met zijn maten. En als we Niesten zo direct in beeld krijgen, dan zien we waarschijnlijk dezelfde muts die hij toen al droeg. Nee, het is niet, het is een andere muts geworden. Misschien dat hij hem eronder heeft. Daar is hij, Jos Niesten. Ja, die muts zit eronder. Prima, hij heeft het eraan gehouden. Hij wilde dat ding op hebben. Daar hebben we Kootje Gieling er nog bij, de ex-wielrenner. Die ook in 85 bij de kanshebbers gerekend werd. En Jos Pronk. Vier maten van toen die besloten om vandaag als vier maten te rijden. Gewoon zoals iedereen hier wil rijden. Lekker door dat land heen. Hij werd geen miljonair, maar hij werd een bekende Nederlander. En hij schaatst hier met zijn bekende schaatsmakkers van toen. Mooi beeld van onderweg. Van jongens die de wedstrijd van 85 en 86 maakten. 11 jaar geleden reden zij de wedstrijd. Vandaag rijden zij hun tocht op het gemak. Maar er moest wel een bord nasi aan te pas komen gisteravond nog om ze onderweg te krijgen. Wat tochtrijders betreft, nee, er zijn er nog niet zo heel veel aangekomen, moet ik zeggen. Hier op de Bonken is het nu die windstilte die er bestaat tussen de aankomst van de wedstrijdrijders en de eerste tochtrijders. Ja, Evert, leuk dat we je weer eens gezien hebben. Prima dat hij het zo doet. Zijn broer maakte het vandaag niet. Die werd vierde in de race. En deze van Bentham zit dus hier bij de mannen die met de tocht bezig zijn. Daar hebben zich wat anderen bij aangesloten. Het lijkt me heerlijk om met vier van die doorgewinterde veteranen te kunnen rijden. In 85 wist niemand wie die was. En nu word je eruit gepikt als je de Tour toch rijdt, omdat je iemand bent op Elfstedengebied. Mooi gezicht, Evert van Bentum, Jos Niesten, Jos Pronk, Kootje Gieling. En die Niesten wordt maar niet ouder, hè, als je dat gezicht zo ziet. Dat is ook verschrikkelijk van die knoesten. Waar ze zitten, ja. Het ziet er vrij koud uit daar, dus ze zullen wel in het lange traject zitten. Van Franeker naar Bad Lihim. Het tegenwindtraject, zoals het hier al genoemd wordt. De bril is af. Gisteren zei hij nog bril ophouden. Goed zo. Ik begrijp net dat Bad Lihim zojuist gepasseerd zijn, dus ze zijn op weg naar Dokkum. Berichten aan alle posten in Dokkum. Eén volksheld komt u tegemoet zo direct. En dan kunnen ze weer opmaken voor een volgende danspartij. Het viertal van de tochten van 85 en 86, dus aangevuld met wat andere rijders die het waarschijnlijk heerlijk vinden om met deze mannen van toen samen op te rijden. Een van de duizenden verhalen over de tocht van vandaag. En zo kunnen we doorgaan en dat zullen we ook doen. Voor een groot gedeelte van deze zaterdag zullen we nog bij u blijven. We zijn er in ieder geval tot 00:30 vannacht. We krijgen nog een samenvatting in de vroege avond. En we krijgen straks hier de binnenkomsten van de meeste toerrijders. Niesten. Met dat beroemde rode kapje van hem. Onder die muts. Er gingen meer dan 16.000 toerrijders van start. Even kijken, we laten deze mensen gaan. Ik zei u straks de rijen beroemdheden mee. Wat kan de drievoudig Olympisch kampioen van Lillehammer hier? Waar is Johan Olaf Kos? Die is
die is hier, ja, in Bartlim. Daar rijdt hij. Ik zat even goed te kijken. Achterin met een rugzak op, hoog opgeknoopt op zijn rug. Gewoon één van de vele toerijders, Johan Olaf Kos. Beladen met goud, zou je kunnen zeggen. Hier heerlijk anoniem, zoals hij zelf zegt, in een groepje toerijders. Ik kan niet zien of Karl staat er ook bij is, maar dit is echt Kos. Hij is nu goed geteld derde van achteren. Zwaait nu naar de mensen, heeft uw rugzak hoog opgeknoopt en gaat gewoon Bartlim passeren. Onder het beroemde bruggetje door. Hier is hij. Johan Olaf Kos. Mooi voorbijschaterend, op zijn gemak. Genietend, inhalerend, zwaaiend naar de mensen. Het is toch prachtig. Kijk, daar gaat hij. Zoals Veldkamp net zo mooi zei tegen Martin in de studio. Het is toch wel een fantastisch evenement. Zo ervaart Johan Olaf Kos dat ook. Hij wil per se meedoen. Hij juicht. Zoals hij gejuicht heeft bij een gouden medaille. Bij een enorme snelle tijd. Bij Roem in Lillehammer. Nu gewoon Bartlim passerend, vrijwel anoniem, met vrienden om zich heen, zoals ze zegt. Mensen die hij niet kende vooraf, maar die hij tijdens de rit leert kennen. Zoals ook Veldkamp dat telkens ervaart als hij hier op een natuurreis bezig is. Johan Kos. Van Bartlim op weg naar Dokkum. Van Dokkum terug naar Bartlim. En dan gaat hij naar Leeuwarden. En dan krijgt hij even een kruisje. Zomaar een kruisje. En je ziet het heel vaak hier als ze Bartlim passeren. Ze zwaaien naar de menigte. Ze genieten volop. Ze zijn dankbaar voor de aandacht die zij krijgen. En ze voelen zich heerlijk op die 200 kilometer. Waarbij ze alle tijd nemen om dat af te leggen. Duim omhoog. En Kos heeft behoorlijk veel bij zich zo daarachterin. Even de rug strekken, zoals ieder ander. Veld komt even ervaren hoe zwaar het is om een wedstrijd mee te moeten doen over 200 kilometer. Heeft groot respect voor al diegenen die voor hem zijn geëindigd. En Kos, die toch alles heeft gewonnen in een loopbaan wat er te winnen viel op het gebied van lange afstandsschaatsen, heeft ook grote bewondering voor de mensen om hem heen die die 200 kilometer zomaar tussen aanhalingstekens afleggen. Want het is zwaar hoor vanmiddag. Het is nu tegen 2:30. En het wordt er niet aangenamer op. Er staat weliswaar een zonnetje, wat een prachtig plaatje oplevert. Maar de wind is fel en scherp en de temperatuur daalt. En dit stuk naar Dokkum toe krijg je lekker die wind nog eens vol in het gelaat. Daarna, als Dokkum is gepasseerd, ja, dan ben je er bijna, zeggen ze. Want dan krijg je de wind mee en dan gaat het snel via Bartlim en Oudkerk naar de Bonkevaart. Te midden van zomaar een groepje, en een valpartij trouwens, in dat zomaar een groepje. Een van de vele valpartijen die uiteraard vandaag plaatsvinden. Te midden van dat groepje schaats hij zomaar mee. J.O. Kos. Het ijs is goed, maar er zijn wel lange scheuren in. Zeker ook op dit gedeelte. Tegen die wind in. En als je moe bent en je valt, ja, dan is het allemaal nog steeds veel verder. Maar hier zit behoorlijke swing in. Dit zijn mensen die behoorlijk lekker doorkachelen. Met een beroemde Noor in hun midden. Terug hier in Leeuwarden weer. We laten de groep Kos even rijden. Wat zou hij eigenlijk in die rugzak hebben zitten? Nou, misschien dat we hem dat straks kunnen vragen. Overigens is de tijd voor de vrouwen nu verstreken, heb ik zojuist begrepen. En ik moet u ook nog zeggen dat over enige minuten, omdat die tijd verstreken is, de officiële uitslag van de Elfstedentocht gegeven zal worden. Dat zal gebeuren daar waar u straks de persconferentie zag. En dan zal duidelijk zijn of de naam Kleine, ja dan nee, op de lijst zal staan. Maar eigenlijk weet u het al. Je hoort eigenlijk 16.000 mensen in beeld te nemen, want zoals gezegd, iedereen wint. En toch zit dat in ons mensen om dan naar bekendheden te gaan kijken. We vonden toevallig net Kos onderweg. Eerder op de route vonden we ook al die mensen die we vaak op een andere manier in het schaatsen zijn tegengekomen. Fantastisch, ga ik liever in de wedstrijd gezeten hoor. Ja, in ieder geval. Ja.
Maar het is toch wel een belevenis. Heel veel mensen onderweg, dus onvoorstelbaar in de kou. Harde wind. Ja, hè? Maar heel mooi ijs, weinig knukplaats. We zijn nu in Witmossum. Volgens mij is het de helft. Het is over de helft, maar... Het rotste stuk komt nog. Ja, het moeilijkste stuk. Ik denk dat vanaf Dokkum weer voor de wind is. Ik denk dat de wind toch wel aardig gunstig is. En wat dat betreft, die wind, dat redden we wel. Ja. Maar ik denk wel dat in die tour toch heel veel afvallers komen. Denk je? Ja, door die wind eigenlijk. Ja. Niet door de kou en ook niet door het ijs. Ik heb nog nooit zo'n mooi ijs meegemaakt. Ik heb geen zin om na nog eens 100 kilometer tegen de wind naar Dokkum in te rijden. En dat, dat heb ik er gewoon niet voor over eigenlijk. Waarom? Nee. Ik vind het eigenlijk, laat ik maar zeggen, een te zwaar stuk eigenlijk om dat nog te doen. Het bijzonderste vond ik vanochtend toen we dus dat het zwarte gat indoken. Dat je dus met honderden schaatsers in zijn pad was, de maan die scheen. En dat eigenlijk iedereen stil was, niemand zei wat. En of was onder indruk of was geconcentreerd, in ieder geval het was heel imposant. En ik vond dat een moment wat ik niet zo gauw zal vergeten. How's it going? Oh, I'm tired. Yeah. My legs. I can't believe this. This hurts. Most tiring experience in your life? No, I believe it will be if I'll continue. Yeah. We hoorden de filosoof Henk Gemser en daarna zag u de twee Noren bij elkaar. Kos die dus zei van, het is verschrikkelijk vermoeiend, vooral als ik zo doorga. En je hoorde hem puffen en links voor hem, daar liep Geer Karlstad. We waren zojuist met de groep van Bentham op weg naar Dokkum. Eens kijken waar ze nu zitten. Dan moeten ze ongeveer bij Dokkum zijn. Dit is dus die groep waar Evert van Bentham het voortouw neemt. Adel verplicht, nietwaar? En het is opmerkelijk hoe hij alles onder controle houdt. Zoals hij gisteravond hier nog zat, zoals hij daar zojuist bij Kees Jonkind op die klumplaats deed, hij heeft eigenlijk alles in de smiezen. En eigenlijk zou hij toch liever in de wedstrijd gestart zijn. Maar goed, afspraak is afspraak. En met deze elite groep gaan we in de richting van Dokkum. Het is op dit moment 2:30 op deze zaterdag de 4e januari. En dat betekent op weg naar Dokkum dat er nog een drie kwartiertje bij komen. Nou, dan heeft hij de stoerrijder zo te zien op zijn gemak gedaan, maar dan komt hij fluitend straks binnen. De winnaar van 85 en 86. Hier op de bonken is het rustig, maar dat heb ik u straks al verteld. Er is een merkwaardige windstilte. Figuurlijk valt er dan hier. Want we zitten in dat gat tussen wedstrijdrijders en toerrijders. Deze mannen zien er toch wel uit dat ze behoorlijk hebben doorgereden. Dus nogmaals de groep van Bentham, Nieste, Gilling en Pronk. En hij neemt ze echt op sleeptouw. Nieste neemt niet over. En wat is het eigenlijk? 12 jaar geleden zaten zij in de kopgroep. Alex Dalton uit Leuvenheim. We noemen natuurlijk voor Antieke Ruudstelten. Krachtige van de vader is vandaag natuurlijk geen in de trekken. Die vier kerels van toen zijn altijd goed blijven doortrainen. Maar er komt een keer een moment dat je moet zeggen stop. Je hoort dat van veel mensen hier. Jan Bakker bijvoorbeeld straks bij Evert en Napel. Ik had het idee dat Evert er meer van schrok dan Bakker zelf. Maar ineens zetten ze er dan een streep onder en dan is het gebeurd. En dan worden ze van wedstrijdrijder, worden ze toerrijder.